Ja, u weet, wij leren u graag iets nieuws kennen, nieuwe mensen. En vanavond hebben we toch wel een speciaal. Het is de jongste eindjaarsconferentier ooit in Nederland. Toen hij het de eerste keer mocht doen. En dat wil daar wat zeggen. Hij is wereldberoemd van Friesland tot Breda. En nu gaat hij Vlaanderen gewoon veroveren. Jan-Jaap van der Wal. Ja, dankjewel. Je durfde niks over mij te zeggen. Ze hebben je foto niet getoond, of wel? Nee, schandalig. Maar ja. Die heeft ook al hetzelfde pak. Ja, ik ben heel erg blij dat ik... Maar ik heb wel Crocs aan. Ah, ja. Nee, dat is wel jammer. Echt het merk Crocs? Ja. Sfeer meteen goed. Burn in hell, darling. Ja. Jan-Jaap, hebben jullie in Nederland ook zo'n Jani? Bestaat dat bij jullie niet? Ja, dat hebben wij zeker. Alleen als je die mensen tegenkomt, dan wil je ze echt in hun gezicht slaan, op straat. Maar ik vind dat jij het heel charmant doet. Dank je wel. Ja. Maar dat is zijn grote kracht. Jan-Jaap, Vlamingen kennen jou nog niet. Veel kennen jou nog niet. Je bent nu 34 en je bent eigenlijk al 17 jaar bekend als comedian. Dat lijkt mij al een record gewoon op zich. Ja, ben je het altijd al geweest? Ben je geboren als comedian? Ja, nou, misschien wel. Maar ik was 17 jaar en toen ging ik studeren in Amsterdam. En dat heb ik precies 3 maanden volgehouden. En toen heb ik nog 3 maanden de tijd genomen om tegen mijn ouders te zeggen dat ik ging stoppen met studeren. Maar toen was ik eigenlijk al comedian en dat ben ik dus nu al 17 jaar, ja. Ja, en met heel veel succes. Mensen die het niet weten hoe het er allemaal uitziet, dit is een stukje uit een show van Jan-Jaap. Ik sprak ook met een moeder. En die had een kindje met een hazellip. Lelijk, dat ventje. Zo, nee, maar dat zag er echt niet uit, joh. Nou, ik kon er niet naar kijken, ik moest hem interviewen, ik heb zo geïnterviewd. Ja, kom op. Ik had zoiets van, nou, dit kan echt niet, joh. Maar ik vond het echt, ik werd er echt misselijk van. Ja, ik vind dat je een bekende Nederlander dit gewoon niet aan kan doen, dacht ik. En het was echt afzichtelijk. En ik had zoiets van, regel even een ander kind of zo, nee, maar het was echt te erg. Dat ze zo'n jochje gewoon niet afmaken tijdens geboorte, daar snap ik helemaal niets van. Schitterend stukje. Ja. Echt fantastisch. Maar lach je dan alleen met je eigen hazellip of mag ook met andermans hazellip gelachen worden? Nee, uiteindelijk doe ik dit omdat ik er zelf ook zo uitzie. Ik bedoel, ik heb op een gegeven moment een hazellip genomen. Toen ik 20 jaar was, ik denk, ik moet iets. Het belangrijkste als comedian is dat je in eerste instantie grappen over jezelf kunt maken. En dat je publiek altijd 1 stap voor blijft. Dus wat je nu zag was een stukje over een reis die ik heb gemaakt in Bangladesh, waar ik inderdaad een jongen met een hazellip ben tegengekomen. En dan denken mensen, oh, dit wordt een heel mooi en sfeervol verhaal. En dan hak ik er gewoon zo op die manier in, ja. Dat vind ik wel prettig. Ik vind het heel grappig, maar tegelijk doet het mij ook een beetje pijn. Dat je zo denkt, van, is dat nu op de rand van de zelfhaat? Of waar zit dat? Nee, helemaal niet. Maar het grappige is, dit is wat de meeste mensen denken, oh, dit is wel heel grof. Ja. Alleen, dit gebeurt natuurlijk in de dagelijkse praktijk. Ik had het net over met jullie, de mevrouw die mij heeft opgemaakt vandaag. De allereerste keer dat ik in Nederland op televisie was, toen was er een make-up dame en die zag mij en die dacht, ah, een hazellip, die ga ik eens even wegwerken. Dus die begon mij in te kleuren, werkelijk. Dat ging maar door. En ik zag eruit als een indiaan gewoon. Ik was helemaal rood. En ik zat in een quiz. En de quizmaster zei ook, nou, de volgende vraag is voor de indiaan. Maar waarmee ik wil zeggen is dat iemand ziet dat dan. En die zegt dan niet dit, maar die denkt wel van, oeh, dit kunnen we niet op televisie. En die ziet dat dan als abnormaal, terwijl je er iets heel normaals van maakt. Precies, ik ben gewoon een normale hazellip met Crocs. Voilà. De hazellip oké, maar de Crocs dan niet. Denk jij dat je verbaliteit extra ontwikkeld hebt als een soort compensatie? Ik was een lelijk kindje en ik denk dat ik daarom altijd mijn best heb gedaan om goed te proberen te babbelen. En kijk hoe prachtig wij zijn geworden met z'n tweeën. Nee, maar dat is zo. Nee, maar ik heb natuurlijk mijn hele jeugd wel in het ziekenhuis gelegen, een paar keer per jaar. En ik denk dat ik daar wel heel erg een solo-artiest ben geworden. En dat ik inderdaad ook op het schoolplein wel een manier heb moeten vinden om indruk te maken op de meisjes. En dat is grappen maken geworden. Ja. En dat was toen echt al op school, dat je gewoon grappen begon te maken? Ja, nou, ik luisterde altijd heel goed naar wat er gezegd werd in de les. En dan op het einde van de les kon ik altijd 1 opmerking maken die dan de hele les samenvatte en de docent depressief naar huis deed gaan. Dat kon ik dan. En wat is dat dan voor jouw comedy? Is dat dan een soort wapen of een drager van een boodschap? Of? Nou, het is een manier om te communiceren.
En dat zal voor mij heel leuk worden nu in Vlaanderen. Omdat het voor het grootste deel zullen dat mensen zijn die mij nog nooit gezien hebben. En je communiceert via humor. Dus ik tast af, oh, hier lachen de mensen wel om me, hier niet. En zij zitten naar mij te kijken van, hé, maar wie is hij dan? En wat weet hij over ons? Dus comedy is voor mij de perfecte manier om met elkaar te communiceren. En dat gaat wat mij betreft dus over grenzen heen. Maakt je dat trouwens bang om weer, niet van nul te beginnen? Je hebt je ervaring, maar de mensen kennen je wel niet, hè? Maak je dat onrustig? Nee. Spannend. Dat is juist spannend. Ja. Dus je moet dat veroveren weer. Mm. Dus ik denk dat het gevoel na afloop, als het goed zal gaan, dat zal... Ik denk dat dat wel een bevredigend gevoel zal zijn, ja. Ja. Grenzen, hè? Daar had je het net over. Je bent in een documentaire er echt gewoon naar op zoek gegaan, naar de grenzen van humor. De grap, ja. Ja. En dat heette de Happy Sad Route. Hoe was het opgebouwd ongeveer? Nou, ik ben naar de Balkan geweest. Daar is stand-up comedy eigenlijk sinds een jaar of twee in opkomst. In Nederland doen wij het al ruim 20 jaar, maar in de Balkan doen ze het nog maar net. En wat zo bijzonder is daar, dat land is natuurlijk enorm uiteengevallen. Joegoslavië door die oorlog in de jaren 90. En die comedians hebben eigenlijk onderling besloten van... Hey, wij gaan grappen maken over elkaar. Dus er zijn Kroatische comedians en die gaan optreden in Servië. En ze gaan naar Bosnië. En op die manier proberen ze dus om dat trauma wat ze hebben te verwerken. Eigenlijk door middel van humor. En dat werkt enorm, omdat het heel veel jonge mensen trekt. Dus ik vond het wel interessant om dat eens te onderzoeken. En om te gaan kijken ook, wat kan er wel en wat niet. Maar, want Nederland heeft dan ook nog eens een speciale... Nou ja, ik heb in Bosnië opgetreden. En Nederland heeft nogal een trauma. Ons leger heeft nogal een trauma opgelopen in Bosnië, in Srebrenica. Omdat wij daar met onze blauwhelmleger waren op een gegeven moment. En daar is een moslim-enclave onder de ogen van het Nederlandse leger... is gewoon afgevoerd door Mladic en zijn uiteindelijk allemaal vermoord. En dat is, ja, dat is hetzelfde soort trauma als wat België misschien met Rwanda heeft. Maar in ieder geval, dat ligt daar natuurlijk enorm gevoelig. En ik ben een Nederlandse comedian. Dus ik wilde heel graag uitzoeken of ik in Bosnië in staat was... om voor een zaal vol mensen een grap te maken over Srebrenica. Ja, en die poging, dat ziet er dan zo uit. For Dutch people, Bosnia is... It has a history, yes. You know, about yes, that. Yes, 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 about Srebrenica. Yeah, 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 of course. Yeah. Can I make jokes about it, you think? Okay, so, I think you can try. You try, and we have one security guy, and so... No, but serious, is that... too tricky as a subject? I don't know. 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 Actually, I'm a little bit nervous, you know, because I'm a Dutch guy in Bosnia. That's weird. Yeah. But I realized just by making you laugh, I am the first Dutch person in Bosnia who is actually doing his job. Het zal inbeelding zijn, maar ik zag de angst in je ogen. Ja, je ziet het. Je zag het echt aan je ogen. Ja, nou ja, het was wel spannend. En, het was voornamelijk voor de cameraman en de regisseuse was het nog spannender, want die stonden in de zaal natuurlijk. Maar gek genoeg, het was heel spannend, maar gek genoeg... en dat bedoel ik met communicatie, voelde ik gedurende mijn optreden wel aan... van ik kan hem maken, het is goed. Ja. Ik heb ook grappen over mezelf gemaakt, uiteraard. En ik heb een paar grappen gemaakt over de mensen die daarvoor opgetreden hadden. En er was een goede sfeer en toen dacht ik, nou, ja. Ik kan nu de sfeer gaan verpesten. Let's go. maar uiteindelijk zie je dat zo'n grap een enorme impact dan weer heeft. Ja. Ben je er nog op aangesproken achteraf? Ja, mensen vonden het heel, heel bijzonder. En mensen zeiden wel van... Toen je begon, dachten we met z'n allen... Oh, nee. Dit mag je niet doen. Maar toen de grap eenmaal kwam... Toen dachten ze, dit is fijn. En dat bewijst voor mij echt de kracht van humor. Ja. Ja, ik denk als je echt humor brengt... Met de bedoeling van, ik wil mensen doen lachen... Dat dat echt wel kan werken. Ja. Ja. Maar vanaf het moment dat je daar iets zelf wilt uithalen of gemeen wilt zijn, dat dan absoluut niet lukt. En ik denk dat je dat hier ook echt ziet. Nou ja, als je wil shockeren om het shockeren, ja, dan lukt dat niet. Dan mislukt dat natuurlijk. Alleen ik wilde wel degelijk iets met die grap. Ik wilde het goed maken namens onze militairen. Ja. Dat is wat ik wilde. Wat een nobele daad. Ja.
Je komt nu in België Dystopia spelen. Ja. Dat gaat niet over Srebrenica? Nee, Dystopia, dat gaat over van alles. Dat gaat over Bassie en Adriaan, bijvoorbeeld. Die kan je noemen. Dat gaat een beetje over politiek. Dat gaat over dat we elkaar een beetje aan het afluisteren en aan het wantrouwen zijn. Het gaat over mijn arbeidsongeschiktheidsverzet. Het gaat alle kanten gaat het om. Over Belgische politiek dan? Of, Nou, wat ik wel briljant vind aan jullie politiek is dat het heeft sowieso natuurlijk vrij lang geduurd. Het valt mee, hè? Het valt mee deze keren. Jullie hebben het langer over gedaan. Maar ik reed hier naartoe vandaag en ik hoorde op het nieuws dat de dame van het nieuws zei: nou, ze zijn eruit, er is een regering. Er zijn alleen nog 60 punten waar ze over moeten overleggen. Dat is niks, schat. Maar, nee, maar ze zei het op een manier van, nou, daar komen we in een dag wel uit. Terwijl in Nederland zijn dat 60 manieren om het kabinet te laten vallen. Maar hier is dat dus... Dat zijn details. Ja, we zijn wij mogen 5 duo-tickets weggeven voor de eerste show van Jan Jaapinnen. Op het Live Comedy Festival is dat hier in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Dat is achter ons. Dat is op 24 oktober. Bedankt, Jan Jaap van der Waal. Nee, zo.